Voor de allerleukste lijn wordt dit een hele leuke dag. De metro. De allereerste keer. Hij mag. De allerleukste lijn van het hele OV. Dat is de metro aan zee. Ah, dat vind ik mooi. Ja, dit is toch wel een symbolisch moment, hè? Dat de hekken open gaan, toch? Nou, zo is het, hè. We gaan wel overwegen in dienst stellen voor de eerste metro. Ja, ik zit straks in die eerste metro. Ben ik wel safe? Altijd. Ja? Het gaat heel langzaam. Hij doet het! En hier mag ik dan dadelijk opstappen voor de allereerste testrit naar Hoek van Holland Strand. Maak jij je eigen nog een beetje sappel over zo'n ritje van vandaag? Nee hoor. Nee? Nee. Gaat helemaal goed komen. Ga je er later ook gebruik van maken van die metro? Ja, natuurlijk. Hartstikke makkelijk. Ik woon Vlaardingen Centrum. Ik pak de metro en ik ben zo op Hoek van Holland. Dat is ook een beetje eigen belang. Ook een beetje eigen belang, ja. Goedemorgen. Mag ik mijn plaatsprijs even zien? Grote eer, toch, dit? Het is leuk voor mij weer. Niet zoveel bijzondere. Nee? Ja, dat gaan we dadelijk beleven. Jij mag ook rijden? Ja, natuurlijk. Jullie gaan in wisseldienst, zeg maar. Ja, ja. Hebben jullie dan samen om moeten tossen wie in de driver seat mocht zitten? Ja. Hey, we gaan ze dadelijk kop of munt gooien. Maar was het nou zo dat jullie hiervoor moesten aanmelden of zijn er gewoon ingeroosterd? We zijn gewoon ingeroosterd, willekeurig uitgekozen. Ja? En toen zag jij de dienstregeling en toen dacht je van, hey. Dat is leuk. Ja, dat. De eerste. Wat wordt nou spannend dadelijk? Nou, over, het zal het zijn, 5 minuten. Dan komen we bij de grens richting metro aan zee. Er zijn nog allerlei blokkades opgezet. En ook in het systeem. En die moeten weggehaald worden. En dan gaan we voor het eerst de grens over. Goed geslapen? Ja, redelijk. Ja, het duurde wel lang voordat ik in slaap viel, maar daarna was het goed. Zijn er nog mogelijke struikelblokken aan je geestesoog voorbij getrokken, zeg maar? Vannacht niet, nee. Wel eerder, maar die hebben ook maatregelen voor genomen. Dus, Waar ga je nou straks het meest op letten? Nou, met name dat we alle testen doen die we willen doen. Daarnaast bij de overweg is het wel een procedure die we daar bedacht hebben. Dat we dat wel netjes uitvoeren in het begin. Dus daarna ook, maar in het begin met name even goed oefenen. Dat we de grens overgaan. De bewaking is weggehaald en we mogen eroverheen. Je mag doorrijden tot de station Hoek van Holland Haven. Hey, maar volgens mij zijn we er nog niet. Nee, we gaan nu pas beginnen. We zijn er en nu gaan we beginnen met de testen. Maar kan je dan zo meteen bij de echte test even commentaar leveren bij de beelden, zodat het een beetje spannend wordt? Ja. Ja, als het spannend wordt, dan krijg ik opslag, hè? Nou, dan moet ik het wel spannender gaan maken. Met wie heb jij die deal? We rijden dus terug naar de grens waar we net over zijn gegaan. Met name rustig 5 kilometer, 10 kilometer max per uur rijden. En Tristan, die gaat daarnaast allerlei testen doen. Dan gaan we beginnen. Dit ziet er allemaal heel ingewikkeld uit. Kan je mij een beetje bijpraten over wat het allemaal doet? Deze apparatuur die is aangesloten op camera's op het dak, onder andere. En die filmt de pantograaf, de stroomafnemer. En aan de hand van die beelden bepalen of de bovenleiding goed hangt. Dit wordt de pannenkoek genoemd. Die leggen we op de bestuurdersstoel, onder de bestuurder. En die kijkt of de trillingen van de metro of die binnen de perken blijven. Dus daar komen de billen van de bestuurder op? Ja. En kan dat ook detecteren wat de bestuurder gegeten heeft? Die functie hebben we uitgeschakeld. We hebben nog een perronspleetbreedtemeter. Daarmee kun je meten wat de afstand tussen het rijtuig en het perron is. En de hoogte van de vloer ten opzichte van het perron. Ik heb weer een mooi nieuw woord voor Scrabble of Wordfeut geleerd. De perronspleetbreedtemeter. Is die goed? Hé, maar met deze snelheid kan ik net zo goed naar het strand lopen. Nou, het is goed weer. We komen zo bij het station, dan doen we de deur voor je open. We gaan dan naar de overgang strand. Weg. Ja. Waar ga je op letten? Sowieso dat de overtocht van de overweg goed gaat. En daarna gaan we de tunnel in. En dan moeten we kijken dat we natuurlijk nergens tegenaan rijden. Maar goed, we hebben dus piepschuim aan de metro aan de buitenkant geplakt. En dat mag niet beschadigd worden. Dan komt het duik op neer. We doen dadelijk de piepschuimtest. De piepschuimtest, precies. Dit is de laatste overweg. Het eind is in zicht, zie ik.
Ik zie al een station en ik zie al zee. Ik zie ook een beetje ontspanning op je gezicht komen alweer. Ja, we hebben niks geraakt volgens mij. Is het beschadigd, het piepschuim? Het ziet er helemaal heel uit. Dat is nog eens een mooie analoge test, hè? Zo is dat. Dat snappen we allemaal. Het is toch een beetje spannend. Zo'n allereerste keer. Maar ik weet uit ervaring, zoiets smaakt naar meer. Hey, we houden vaart, mannen. Tot zover de metro aan zee.